En Sophie? Hoe vind jij het tot nu toe? Leuk. Leuk, vertel eens wat. Wat vond je het allerleukst? Dat is een hele moeilijke vraag. Wat vind je er leuk aan? Als we veel meer bruin met elkaar zijn. Ja. En vind je ook sommige dingen vervelend? Als ik iets niet mag. Dat lijkt me ook erg leuk. Ja. En jij, Simon? Wat vind jij het allerleukste? Ik mag na te denken. We hebben andere keertje vijgen gekocht. Vijgen gekocht, ja. Ah. Oh, mag ik geen vijgjes? En dat vind je het allerleukste? Ja. En vind je ook nog iets, nou, mis je nog dingen? Vind je sommige dingen vervelend? Stom. Geen dingen stom, maar geen dingen vervelend. Nee, ik zie dat Sophie die mist een paar tanden. Ja. Maar je mist ook niet af en toe, hè? Je vriendje mist je ook af en toe wel. Minus. Maar veel in de school mis je niet, hè? Nee. In het begin mist je nog wel als je al hele dik. Allerbeste vriendinnen en je andere vriendjes en middels. Ja, precies. Vanuit een verlangen om samen te zijn. Voor Ralf. En eigenlijk om een beetje in het kort op van meer leven te ervaren in het dagelijkse leven. Het leven is makkelijk vol met werken voor je hypotheek. En om dat te kunnen doen en dat je de kinderen wegbrengen naar opvangen. Merkte zelf dat het was zo. Ik miste er een en dat deden wij beide eigenlijk. Ja, en we hadden er nu ook zin in. Dus het is ook, we dachten, we kunnen wel wachten tot we naar pensioen gaan. Maar nu hebben we er zin in. En nu voelt dat zo. Ja. Hey, Pieter Nel, jullie zijn een tijdje onderweg. Mm-hmm. Brengt het je ook wat je gedacht had? Ja. Heel erg. Ja, ik vind het heel erg fijn om zoveel tijd met de kinderen samen te zijn en met Robert. En niet gehaast te worden door schooltijden of opvangtijden in ons geval. Of moeten werken 's ochtends vroeg. Dus het wakker worden samen. En de laatste twee weken is dat constant aan zee met zicht op een zonsopgang. En dan heel veel tijd hebben om te knuffelen of te kletsen en rustig te ontbijten. En de kinderen te zien genieten van elkaar, want ze hebben heel veel aan elkaar. En van het ontdekken en van de taal willen leren, dat vind ik zo leuk om te zien. Dus ja, het is wel een heel groot deel wat ik van heb verwacht. En het is toch ook heel erg, net als thuis, super druk. Het is huishouden. Alleen het verschil is nu wel dat alles wat we in het huishouden doen, dat doen we met veel meer aandacht. Dus er is veel meer aandacht voor de afwas, veel meer aandacht voor wasvouwen, veel meer aandacht bij het poetsen, of het schoonhouden, of het ontbijt maken, of het koken. En dat doen we ook allemaal veel meer samen, boodschappen doen. En daar leren de kinderen volgens mij ook gigantisch veel van. Dus die leren, heel veel van onderweg, heel veel over verantwoordelijkheid nemen en over nog meer over hoe we samen kunnen koken of hoe we tot beslissingen komen, hoe we contact maken met andere mensen. Ja, maar dat het dus echt toch echt wel net zo druk zou zijn als thuis, in die zin van dat we net zo moe zijn 's avonds. Hè? Ik geloof toch dat we daar net een wat ander idee bij hadden dan. Ja. Niet dat we daar een soort illusie bij hadden, maar het is best, nog steeds zijn we best wel. Het is heel intensief. Het is leven op 10, 12 vierkante meter. Ja, je hebt verder weinig privacy voor jezelf. Ja, je bent echt met z'n vieren. Met z'n vieren. En dus moet er wel echt goed voor, duidelijk voor kiezen om echt tijd voor onszelf te hebben. Waar we anders naar ons werk gingen, daar had je toch ook een eigen stukje leven en dan ging je weer naar huis. We moeten er nu duidelijk voor kiezen. En omdat het zo'n klein stukje is, we hebben natuurlijk minder spullen, maar op zo'n paar vierkante meter is het ook snel een bende. Dus je kan de hele dag kan je opruimen als je dat wil. Papa, mag ik zien mijn oren? Ja hoor.
Aan de andere kant, wat ook wel leuk is, het wordt allemaal eenvoudiger. Het is weinig spullen geeft ook wel. Het geeft ook een soort eenvoud. Het ook gelijk een soort, een soort vervulling geeft en zo. Het is iets. Bewuster bezig met het goede. Ja. Want dat doen we nu volledig. Dus alle situaties die tot vrevel onderling leiden, we hebben veel meer tijd om daar aandacht aan te besteden. Op in te gaan. Op in te gaan, kinderen en elkaar in te begeleiden. Ja. En dat is ook heel, heel mooi om te doen. Ja. Want jullie werken allebei ook nog, hè? Ja. Kan je daar ook iets over vertellen? Ja, wij werken samen. Hebben we gezinsgeluk.nu. En we begeleiden ouders in hun ouderschap om daar het beste uit te halen. En dat klinkt natuurlijk een beetje als een holbegrip, maar waar het eigenlijk over gaat is dat communicatie altijd essentieel is. En dat communicatie met je kinderen soms een beetje ingewikkeld kan zijn. Als je weet, het wordt geraakt in je eigen stukjes. En wij geven trainingen, maar we begeleiden ook ouders, we coachen ook ouders over hoe je op een verbindende manier in contact kunt blijven met je kinderen, maar ook met elkaar. Dus we geven ook relatiebegeleiding. En dat doen jullie digitaal? Dat doen we online. Ja, ja. Op het moment hebben we twee stellen die we begeleiden via Skype of FaceTime. Dus dan hebben we een avond, trekken we uit en dan begeleiden we ze in waar ze mee zitten. En we helpen ze eigenlijk met elkaar te communiceren, dus door te verhelderen, te reflecteren. Elkaar leren begrijpen. Ja. En Robert, hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Veel via onze website. Ja. Gezinsgeluk.nu. En dan zoeken ze contact met ons op. Oké, nee. Ik werk ook als mevrouw Helder. Ja, dat zal ik op de bus staan. Ja. Mevrouw Helder.nu is dan mijn website. Ja. En ik ben, ja, wat zou je kunnen zeggen, net als jouw interviewer. Maar ook tekstverfijner, zoals ik het zelf eigenlijk zie. Dus ik werk met bestaande teksten. En ik help mensen hun eigen teksten te verwoorden, te verbeteren. Of ook hele eigen teksten. Dus eigenlijk eindredacteurervaring die ik, interactionele ervaring. De afgelopen 15 jaar heel veel tijdschriften gemaakt als eindredacteur. Ik heb bij NRC Handelsblad gewerkt en ik heb bij Omroep Gelderland gewerkt. En ik heb als communicatieadviseur gewerkt. Nou, dat zijn dus allemaal verschillende dingen die ik allemaal samenbreng. En ik help ondernemers en organisaties om hun waardevolle boodschap en hun meerwaarde eigenlijk nog beter over te brengen op hun klanten. Door een tekst te maken die beter appelleert, meer aanspreekt. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier en geluk. Dankjewel. Hier in deze fantastische dag. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dankjewel.